a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. 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 Mag ik vragen, waar gaat u naartoe? Waar wij naartoe gaan is naar Wageningen dadelijk. En wij zijn in het kader van Ervaren OV. Dat zijn dus Ervaren OV? Ja, dat is een samenwerkingsverband van de provincies Gelderland, Overijssel en Gelderland. En wij helpen mensen in het openbaar vervoer te acteren. Dus mensen... En wie is wij? Dat bent u nu? We zijn OV-ambassadeur en we hebben dus eigenlijk met 20 collega's proberen we dus in de provincies proberen we dus de mensen te helpen met kopen van kaartjes, van voor je chipkaarten, poortjes. Uitchecken, inchecken. Checken, alles ja. Ja. En voor vanaf welke leeftijd doet u dat? Nou, we kunnen dat vanaf 4 jaar tot en met... Ik wil zeggen, want ik word 54, maar ik kan het ook wel gebruiken. Nou, ik vind het soms heel ingewikkeld. Binnenkort kunnen we wel eens wat voor u regelen. En het is wel zo, door te doen en door uitleg te krijgen, gebeurt het ook. Maar het is, als je het niet gewend bent... Nee. Maar daarvoor ook, we leggen ook uit wat je allemaal op het station ziet. Precies. Dat soort dingen. En hoe gaat het nou zo meteen op pad? Wij komen nu uit Wageningen. Okay. We zijn in Wageningen opgestapt met de bus en met de trein hier naartoe. En we gaan dadelijk weer met de trein terug. We hebben net een bakje koffie gedronken. Is ook belangrijk. En we gaan met de bus weer terug. En, en we helpen mensen ook. We proberen met een rollator of met een rolstoel. Ja. En dat gaan we ook laten zien dat allemaal mogelijk is. Dus. En bent u iemand die dat nu aan het uitproberen is? Nou, aan het uitproberen niet. Hij heeft al ene vis gevangen. Ja? Ja. Ene vis gevangen? Een vis gevangen. Ik ben benieuwd. Ja. Kijk, en dat zullen heel veel mensen zouden dat hebben. Want u heeft een OV-chip op naam? Ja. Of heeft u gewoon een... Ja. Nee, kijk. Die. Ik kan hier niks meer van de morgen. Oh. Hij doet niks. Dus hij heeft voor gezorgd, hoe komt dat die kaart niks meer doet? Ja. Dan bleek achteraf, ik heb hem hier in de portemonnee, maar hier lopen allemaal kleine draadjes doorheen. Dat klopt. Is beschadigd? En nou is hij beschadigd, nou doet hij niks. Kijk, ik wil weg en die kaart doet, wat moet ik dan? Kijk, lost u het op? Wij lossen u bent de ambassadeur. Ja. Wat goed. Dit zijn een van de problemen. Nou, dat gaan we invullen en over 10 dagen heb ik weer een nieuwe. Ja, ja. Maar door de draadjes is hij beschadigd. Ja. Kijk, en dat komt alleen omdat ik hem hier heb. Ja, en dan schuurt ga ik de portemonnee, hier is het kleine geld in en dan ga ik bij mijn achterwerk op zitten. En dan is... Dus dat is uw ervaring tot nu toe. Ja. U bent ook aan het reizen? Ook aan het oefenen? Ook, hoe bevalt het? Prima, ik vind het schitterend. Ja, nou, het geeft wel veel gemak. Je komt nog ergens op een makkelijke manier. Ja, en op een bepaald moment dan ben je je rijbewijs kwijt en dan moet je toch overstappen. Want hoe jong bent u, Schramer? 80. Nou, dat had ik, ja, dat zeg ik wel vaker, maar dat had ik u nog niet gegeven. Maar vindt u zelf dat u op een gegeven moment minder goed kan rijden? Of? Nou, het wordt te druk. En je wordt angstiger. Ja, en waar woont u? In Wageningen. Ja, ja. Maar u wordt angstiger in het verkeer. Ja. Ik snap dat heel goed. Veel te druk, al die vrachtwagens. Ja. Maar ik heb het zelf ook al hoor. Ik rijd natuurlijk ook vanaf mijn 18 al. Of natuurlijk, maar, maar ik word veel. Maar dat is toch, het wordt ingewikkelder. Ja. Ook 's avonds. Ja. Sorry, zo oud bent u toch ook nog niet dat u er nou al last van hebt? Nou, ik word 54, dan ben ik toch al over de helft. 54. Ja. Maar het wordt toch spannender. 54. Nou, dan ben ik zo van 65. Ik? Nee, ik ben van 65. En u? Van 1965. Nee, je kunt te snel rekenen. Nou, ik heb het ooit als bankman wel gekund. Maar. Van 1931. Ja, maar mijn moeder is van 33. En die zou nou. En mijn vader is van 28. En die zou 90 zijn. Dus dan bent u 5 jaar verder. Dus dan bent u 85. Hè? 85. Nou, als je op school zat, kreeg je een rode streep Dom. Onder, maar dat is fout. Want? 87. Ik ga het thuis narekenen. Thank you.
Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag meneer. Ik kwam aanlopen, was lekker aan het zingen. Ja, heerlijk. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Wolfezen. Wat gaat u dan doen? Logeren. U logeert in Wolfezen? Ja. Ja, in Wolfezen. In Wolfezen. En waarom logeert u daar? Omdat ik dat nodig had. Nou, goed dat u dat zegt. Maar u mag wel lekker op pad? Ja, ik mag lekker op pad. Ja. En alleen of met begeleiding? Nee, alleen. Volwassen, hè? Ja, volwassen. Ja. Dan kan het. Als je kind bent, heb je nog bescherming nodig. Ja. Maar als je volwassen bent, dan mag je zelf bepalen. Oké. Okay. En u zit daar vrijwillig in Wolfezen? Of is het gewoon goed dat u op... Samsam. Ja. Met begeleiding. Ja. Maar daar wilt u natuurlijk wel graag uitkomen. Ja, zeker. Maar dat lukt niet altijd. Jawel. In mijn geval wel. Want hoe doet u dat dan? Door alles op een rijtje te zetten, door de klachten van me af te halen en dan weer een zonnige toekomst te zien. Dat is heel belangrijk. En ingaan. Ja. Ja. Want ieder mens wil zich goed voelen natuurlijk. Ja, dat is een natuurlijke eigenschap. Hoe jong bent u? 48. Ja. Maar, dat zie je niet, zeg ik altijd. Dankjewel. Ja, maar goed, we komen allemaal dingen in ons leven tegen waar dingen niet goed gaan of... Dat er veel dingen gebeuren. Helaas wel. Dat je de weg kwijtraakt in deze drukke tijd. Hè? Ja. Maar probeert het weer op de rit te krijgen. Ja, heeft u fijne mensen om u heen? Ja, zeker. Ja? Wedervol met mensen. Ja, maar ook bij Wolfhees, zeg maar, ja, bij de opvang. Ja. En heeft u een eigen kamer of hoe heet dat? Ja. En bent u wel positiever volgens mij? Ja. Ja. Ja, ik ben dankbaar. En hoe lang bent u nou in Wolfhees? Een maandje. Oké. Okay. En bent u wel vaker geweest? Eén keer eerder geweest. Ja, ja, want het gaat... Op en af. Op en af. Ja, het kost heel veel kracht als je uit je normale staat van doen bent. Ja. Uit je normale doen bent geraakt. Dan is het heel moeilijk om het weer te herstellen. Dan heb je echt je medemensen nodig. Hoe noem je dat? Medeleven nodig. Dat iemand laat zien van... het is misgegaan, maar is niet erg. Iedereen maakt wel eens een misstapje, maar je mag weer herstellen. Het gevoel van genegenheid, de warmte en kracht van de liefde heeft iedereen nodig. Ja. En als dat ontbreekt, dan val je. Ja, maar je mag herstellen, maar je kunt ook herstellen. Je kunt ook herstellen. Dat is altijd weer... Innerlijke kracht, hè? Ja, altijd weer een uitweg. Ja, maar als je kind bent, dan is het toch anders, hoor. Dan ben je afhankelijk van je ouders. Ja. Ook dat heb ik meegemaakt, helaas. Dat het niet zo mooi was? Niet zo mooi was. Maar dat is dan ook een valse start eigenlijk. Ja, ja. Helaas. Hè? Ja. Bent u zelf ook moeder? Ja. Hoeveel kinderen? Eentje. Hoe oud? 28 geworden vorige week. Oké, proficiat. Dank u wel. Maar die heeft u contact mee? Ja. Gelukkig. Godzijdank. Wat brengt jullie hier op het station? We zijn een beetje een tour door Nederland aan het doen. Waar gaat u naartoe, heet mijn programma? Waar gaan jullie naartoe? We komen net van Nijmegen, nu even hier en we pakken zo de trein naar Zwolle. Dus lekker dagje toeren. Heb je nog een goede wens voor 2019? Dat er wat meer geïmproviseerd mag worden in het leven. Nou, daar sta je bij de juiste persoon. Mijn vak is improvisatietheater. Kijk, helemaal goed. Ik hou van improvisatie. Ja, helemaal goed. Nou, dat is mooi dat je dat zegt. Ja. Ik wens je ook een gezond en gelukkig allebei jullie. Insgelijks. Nieuwjaar. En blijf lekker spelen ook. Doen we. Dankjewel. Helemaal goed, hè? Jij ook. Yo. Dank, Thiers. Hoi. U ook hebt oefenen? Ik ben ook ambassadeur. Wat mooi dat jullie dat doen. Ja. Daar hebben we druk mee. Jawel, maar ik denk... Maar het is leuk werk. Zeker, maar hoeveel mensen... We worden allemaal ouder. En we moeten... En we willen wel mobiel blijven. Ja. Nee. Ja. Daarom is dit initiatief genomen door deze provincies. Nou, dat gaan we zeker uitzenden. Heeft u nog een nieuwjaarswens? Nou, dat iedereen gezond mag blijven. Oké, u gezond. En wat wil u zeggen? Ik hoop één ding. Mijn vrouw die is dement, die is opgenomen. Na 3,5 jaar zit ik alleen. Maar ik hoop nog lang samen die warme hand s'avonds vast te kunnen houden. Hoop ik. Dat klinkt heel mooi. Dat is heel mooi, want als je dat dan kan doen... Dat is het enige nog. Ze kent mij nog bij naam, maar meer ook niet.
Maar s'avonds ga ik altijd naartoe, wel trusten zeggen. En heb een kwartier met mijn handen vast onder de deken. En dat is het enige nog wat ik heb. En ik hoop dat lang te mogen doen. Nou, dat klinkt heel mooi. Ik wens u ook nog een heel mooi gezond leven. En ook samen nog met uw vrouw. Ik hoop het, ik hoop het. Fijne feestdagen. Bedankt. Tot ziens. Jullie bedankt. Oké, bedankt. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. And remember how to love.